Hoi, en welkom bij deel 2 van hoe je Rubik's Cube 3x3x3 moet oplossen. Als het goed is heb je deze laag nu helemaal af. En we gaan nu ook de tweede laag afmaken, dus deze. Deze dus. Ga je als volgt doen. Je gaat al deze middenblokjes ga je op de juiste positie zetten. Dus dat hier bijvoorbeeld de oranje met blauw komt. Nou, dat moet je als volgt doen. Je gaat in de bovenste laag. Ga je op zoek naar blokjes, zeg maar van deze middenblokjes, op zoek waar geen geel in zit. Dus deze kan niet, want hier zit een gele in. Nou, ga je op zoek naar een andere. Deze ook niet kunnen, want hier heb je ook een gele. Deze kan wel, dit is namelijk een rode en een blauwe. Die is gewoon goed. Nou, hij zit ook al direct op de juiste positie. Wat je namelijk moet doen is, zeg maar het blokje waar je mee bezig bent, onder de kleur, dat is hier blauw, moet je zeg maar bij zijn eigen kleur voegen, dus de blauwe. Nou, dat is hier al gedaan, zeg maar. Nou, wat ik... krijg je het volgende algoritme om te verzorgen dat dit blokje daar komt, op de juiste positie. Wat je doet is de bovenkant vooruit, de rechterkant vooruit, de bovenkant terug en de rechterkant terug. Nou, hier is nog niet goed, maar wat je nu wel ziet is dat deze verbonden zijn. Dus die blauwe, rode. Nou, wat je nu moet verzorgen is zeg maar om dit weer goed te maken, de witte weer geel goed maken en dat deze zeg maar hier komt. Nou, dat doe je op de volgende manier. Je doet de bovenkant met de klok tegen. Nou, en nu is een nieuwe, dus de voorkant. De front wordt aangegeven met een F. Dat doe je dus front. Doe de bovenkant met de klok mee. En de voorkant met de klok mee. Wat je nu ziet, het gele vlak, of het witte vlak is weer helemaal opgelost. En je ziet dat je deze hebt verbonden. Nou, nu ga je op zoek naar de volgende. Nou, hier heb je bijvoorbeeld één. Blauw en oranje. Nou, dan ga je op zoek naar blauw en oranje. De onderkant zit blauw. Zit je met de blauwe. Zo. Wat je nu even iets anders van dat je net had. Net had je namelijk de rood aan deze kant. En je draaide hem zeg maar het dingetje ervan af. Maar wat je nu hebt is oranje aan deze kant. Dus moet je hem zeg maar de andere kant doen. Dan krijg je ook een iets andere code. Dan voor het volgende. Je doet de bovenkant klok tegen. De linkerkant klok tegen. De bovenkant klok mee. De linkerkant klok mee. Nou, dan heb je weer zoals je net zag. Dit. Bij elkaar gevoegd. En hier weer die witte. En ook crack. Nou, doe je het volgende. Net zou je hem zo draaien. Nu draai je hem zo. Dus de bovenkant. De voorkant mee. Bovenkant klopt tegen. En de voorkant klopt tegen. Nu zie je weer dat deze gewoon weer correct is. En dat de witte ook weer helemaal goed is. Nou, zo doe je dat met elk blokje. Dus gaan we op zoek. Nou, hier heb je rood en groen. Nou, dat kan nu als gewoon precies hetzelfde doen als alle andere. Hij zit aan de rechterkant, dus je draait hem er vanaf. Dus de bovenkant klopt mee. De rechterkant klopt mee. De bovenkant klopt tegen en de rechterkant klopt tegen. Nou, dan zie je weer dat hij verbonden is. Nou, dan doe je gewoon weer verder. Dus de bovenkant klopt tegen. De voorkant klopt tegen. De bovenkant klopt mee en de voorkant klopt mee. Nou, zie je dat gewoon dat hij weer helemaal goed is. Nou, ga op zoek naar die laatste. Nou, bij mij zit hij toevallig nog in de bovenste laag. Maar wat jij misschien nu kan hebben, is dat dit blokje, zeg maar, wat ik nu in de bovenkant heb, hier zit. En wat je dan moet doen, is zeg maar inbeelden dat je op zoek bent naar dit blokje. Dus dat je bijvoorbeeld dit nu zogenaamd groen is. Maar dan zeg maar hier groen en hier oranje. Ik zal wel even anders even laten zien. Dat zal ik even doen. Nu ziet hij wel goed, maar ik zal hem even zo meteen eruit halen. Kijk, misschien zit hij bij jou nu zeg maar omgedraaid, dus dat dit oranje is en dit groen. Wat je dan moet doen, is zeg maar het blokje eruit halen, zodat je hem er zeg maar weer goed in kunt zetten. Nou, doe je dus volgt. Je gaat op zoek naar het blokje, zeg maar wat normaal goed te zijn. Kijk, dat is deze bijvoorbeeld nu. Maar je kan ook deze gebruiken, maakt niet uit. Want je moet zeg maar nu inbeelden dat dit zogenaamd oranje is. Dus dan krijg je eigenlijk dit blokje daar. Dus doe je gewoon precies hetzelfde als wat je doet met een gewoon blokje. Dus je doet de bovenkant mee, rechterkant mee, bovenkant terug, rechterkant terug. Kijk, en dit zou dan zogenaamd oranje zijn. Nou, doe je er verder. Dus de bovenkant klopt tegen, de voorkant klopt tegen, de rechterkant klopt, of de bovenkant klopt mee en de voorkant klopt mee. Dan zie je zeg maar dat je dat ene blokje eruit hebt gehaald. Dat zit nou nu hier. Draai je goed even. Je hoort daar dus. En nu zie je nou gewoon dat je dat gewoon het blokje wat je net, waar je net mee bezig was, nu daar zit.
Sorry. Nou, dan ga je gewoon doen, zeg maar, dit blokje daar plaatsen. Nou, dus volgt bovenkant klok tegen, linkerkant klok tegen, bovenkant klok mee, linkerkant klok mee. En dan, nou, dan heb je gewoon weer hier verbonden. Dus doe je weer het volgende. Bovenkant klok mee, voorkant klok mee, bovenkant klok tegen en de voorkant klok tegen. Nu zie je dat je de tweede laag helemaal hebt opgelost. In het volgende filmpje zal ik je laten zien hoe je de laatste laag zou moeten oplossen. Dus de derde laag. Dit is wel een van de moeilijke vragen.